Er is zojuist door Radio Tour een nieuwe samenstelling gegeven. Hier rijdt Geesing met 123. En met 1 zit daar Gilbert en die zijn aan het gesticuleren met elkaar. Gerrand rijdt daarnaast. Gilbert wil natuurlijk dat die Rabobank met 3 renners. Doe eens wat mee, man. Ja, wij doen niet mee. Jij wilt toch winnen? Oh, dat is echt... Daar is Cancellara dus op stuk gegaan in Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Overkomt hier Gilbert hetzelfde. Hij heeft al op kop gereden. Hij heeft zich uit de tent laten lokken. Maar rijdt nu weer achterin. Nog altijd. En die slek aan de leiding. We gaan naar de 5 kilometer toe. In deze Amstel Gold Race. 260 kilometer totaal in het parcours. En nu 1 man en een yo-yo voor de mannen die hier rijden. En het is Jelle van Indert. Het is meer dan 5 seconden. Die moet het werk hier doen. En dan hebben we... onze Vacan Soleil mannen met Leukemans en Johnny Hogeland. Leukemans heeft hier in top 10 gereden toen hij nog bij Lotto reed. Dit is de voorsprong. Dit is de voorsprong. Die is groter geworden trouwens nu. Die is nu groter geworden. Dus Schlek gaat naar de 4 kilometer met voorsprong. Jelle van Endert. En dan hebben we Leukemans en Johnny Hogeland. En daarachter rijdt Vogelsang. En dan heb je Kolobnev. En dan heb je Frère. Nu gaat... Gilbert naar voren. Geesink volgt hem niet. Vogelsang gaat met Gilbert mee. 2 man van Vacan Soleil. Die hebben nog iets. Hebben ze een troefje achter de hand. Dus Vacan Soleil heeft nu ook een man op kop gezet. Dat zal Hogeland zijn. Schlek en Gilbert. Aandalen. Gilbert bemoeit zich dus met de achtervolging. Maar Gilbert is ook eventjes teruggegaan. En heeft Geesink gewezen op het feit van... Hé jongen, hoe zit het? 3 man van Rabobank en niks doen. Oei, oei, oei. Als daar de winnaar uitkomt, dan zijn er nog hartige woorden hier op de streep. Het valt mij mee dat hij voorop blijft. Ze hadden hem net bijna. Ze spelen met hem. Maar Jelle van Endert moet zijn longen inleveren straks. Ja, dat is niet te geloven wat die gozer moet rijden nu. De brave van Endert, maar wat een talent. 26 jaar toch? En heb je dus die 2 man van Vacan Soleil. En kijk eens. Ja, ze laten een gaatje vallen nu. Gilbert op kop. Aarzeling dus in de achtervolgende groep. Gilbert die ook niet precies weet wat hij moet doen. Dan 5 man. 5 man zijn er door, hè. En ik denk dat er 1 Raboman maar bij is. En dat is niet Geesink in ieder geval. Gilbert neemt... Vogelsang. En dan Leukemans. En dan Kolobnev. En Frère is mee. En dus geen Geesink mee. En daar zit er een gaatje zo direct. Frère en Martens. Schlek. Ik constateer nog 3 kilometer. Maar met die vermaledijde laatste 800 meter. De Kouberg. Nou kan hij vrij goed bergop rijden hoor. Ja, maar... Nou. Gilbert helemaal in zijn eentje. Wat is hij aan het doen? Zou hij zich zo sterk voelen dat hij ook nog even de Kouberg erbij oppeuzelt? Want dit is, als je wil winnen, niet handig. Schlek 1 en dan de groep. We gaan naar de 2 kilometer. Het hele Valkenburg cirkelen ze nu door. Links de leider, rechts de achtervolgers. Verschil is niet meer dan 100 meter. Niet meer zelfs. Eerder 90 meter dan 100. Ik klok 8 seconden. Nou, officiële timing uit Zaltbommel. 8 seconden. Schlek links. Gilbert rechts. Met Leukemans. In zijn wiel. Gilbert en Leukemans. Afgelopen woensdag nog gezien. Brabantse Pijl. Met z'n tweeën waren ze toen. Dus Gilbert rijdt hier voor Leukemans. Dit is onbegrijpelijk wat hij doet. Kijk. Kijk. Zijn vriend. Nog altijd. En die Schlek aan de leiding. Hij heeft misschien nog 70 meter. Oh, hier is Schlek. Daar komt hij bij de laatste kilometer. Gilbert rijdt voor Leukemans. Hoe ondoorgrondelijk kan het wielrennen zijn? Ja, jij komt er vandaan. 900 meter. Die eerste 100 meter is gratis. Maar je weet wat je kan doen, hè, op die Kouberg. Dan kan je aanzetten en dan... Oh, het is een groot gat. Nou. Kijk eens wat hier gebeurt. Het is 5 seconden, man.
Het is 5 seconden. Ja, het is 15 man tegen 1. Slek alleen. Dan komen ze hoor. Wie heeft de explosie nog? Wie heeft de explosie nog? Hier is al veel misgegaan en goed gegaan. Slek. En het wordt nu 4 seconden. En ze houden nog in. Daar komt Hermans. Nee, daar komt Kolobnev. En nee, Rodriguez. Rodriguez met Gilbert. En leuk om het goed aan te lopen. Rodriguez! Yeah. Rodriguez eroverheen. Gilbert is mee. Slek is eraan. Als Gilbert dit kan. Oké, okay, Rodriguez. Gilbert. Leukemans. Rodriguez en Gilbert. Nou. Als Gilbert dit kan, dat is. Ja, dat kan die. Leukemans niet. Kolobnev niet. Vogelsang niet. Dit is onvoorstelbaar in het huidige wielrennen. Dat is toch mooi dit. Gaat hij. Dat is toch kijk mooi. Eens even. Phil noemen ze hem. Koprijden. Ja. Het gat dicht doen. Gilbert. Hop. Gilbert, Rodriguez, Leukemans, Kolobnev, Vogelsang. Hogeland komt nog. Nee, dat is Gerrans. Gilbert, je bent een echte hele grote renner hoor. Ja. Heel erg goed. Gilbert 1. Rodriguez 2. En dan Leukemans, Gerrans, Kolobnev. Hij wint hem weer en hij doet het op een hele knappe manier. Frère wordt 6e. Oké. Okay. En hier komt Leukemans pas binnen. Die heeft het niet bol kunnen werken. Geesink ook niet. Ben Hermans nu, Geesink. Nou. Wel knap hoor. Wij zitten hier over tactische wendingen te zeuren. En hij zegt gewoon, ik rij hem eentje het gat dicht en ik poef ze er allemaal af. Ja, doe dat maar. Hij is wel heel diep gegaan, hè? Zo, weet je nog, woensdag was het net alsof hij een ritje had gereden. Maar nu is hij ook echt stuk. De Kouberg sloopt. Maar dat je dit kan in het moderne wielrennen. Ik moet mee. Roept natuurlijk allerlei gedachten op, maar daar gaat het niet om. Hij doet dit. Dit is heel knap. Wij denken nog, voor Leukemans dan? Nee, voor zichzelf. Doe het maar. Frère weg. Frère 5e of 6e. Geesink niet goed genoeg. En Van Vliet trots. Het gat dichtrijden. En dan gewoon iedereen eraf poeven. Dus, een lange aanvalspoging. Hier, mooi om dit te zien. Van Endert. Heel goed werk gedaan. Een lange aanvalsactie van Rabobank tussen de kilometers 94 en 84. Leek op een schifting te lijken. Toen waren er 50 man weg. Toen is de rest teruggekomen. Ze hebben 60 kilometer lang met z'n allen gewacht. Toen kwam er een volgende schifting. En altijd heeft Gilbert overzicht gehouden. Ja. Hij had Van der Broek en hij had Van Endert had hij als knechten. En hij heeft het gewoon heel goed gedaan. Hij heeft hard gefietst en hij heeft goed nagedacht. Hier gaat Slek. Ja, het is dan vreselijk. Dan sta je geparkeerd. En dan komt eerst Rodriguez over je heen. En dan zit Gilbert zo lekker. Die zit in dat wiel. En hij kan als de beste van allemaal een net één tandje grotere versnelling rijden tegen die berg op. Maar nadat hij die achtervolging gedaan heeft. Ja. En niemand anders wilde het. En nu wordt ook duidelijk waarom. Ze voelden de beentjes al aardig. En alle respect voor Rabobank. 3 man mee, maar ja. Gewoon toch op het roostertje gelegd. Pat ze doorheen. Ja, dat is grote klasse. Zo heeft hij nog niet vaak gewonnen. Ja, is mooi. En hey, kijk eens naar die Gerrans. Gerrans komt nog terug. Wint alle grote rondes, wint die etappes. En hier komt hij ineens bovendrijven. Een Belg, een Spanjaard en een Brit. Hebben we zo de naam. Ja. Oeps. Ruimte houden alsjeblieft voor de finishende renners. Dank u. Het is een beetje paniek nu, maar laten we het maar eens even rustig houden. Hier is Gilbert nog een keer te zien. Leukemans moet daar laten lopen. Hier denkt Kolobnev neft er nog aan en dan gaat Gerrans er nog overheen. Kijk uit voor snoer, kijk uit. Vogelsang komt zich dan tussen. En Vogelsang wordt dan 5e of zo. 4e. Vier. Achter Gerrans. Dus
Gilbert. Philippe. Mooi. Dubbel. Philippe. En je wife. En je wife. Ja, dat kan ook. Hij kan ook nog cross als hij wil. Dat is de kleine Gilbert. Wij zitten hier maar over tactiek te kletsen. Gewoon eens we gaan Gilbert slopen. Hij moet al op kop. Hij heeft zich uit de tent laten lokken. Dat heeft hij ook. En hij rijdt ze er gewoon af. En winnaars zien de zorg. Oui, c'est avec mon petit Alan matin de l'arrivée. C'est une énorme motivation pour moi. Moi j'avais toujours promis que je monterais sur le podium avec lui avec ma première grande victoire de l'année. De grootste zegen van het jaar en dat kleine jong, Alan, had ik het idee dat hij heette, Alan, die motiveerde hem om hier goed te rijden. Bien sympa. Zo zien we toch een hele vreemde finale weer. Maar wel mooi, als je zo sterk bent. En dat wachten vooral, dat is niet te beschrijven hoe moeilijk dat is om te kunnen. Hij heeft niet gestolen. Nee, zeker niet. Hij heeft niet gestolen, dat is het mooie. Andy Slek rekende het goed uit. Hij zegt, het is tactisch, je moet wachten. Maar hij is toch te vroeg gegaan. Blies zichzelf op. Wat niet voor mogelijk te houden is dat zo'n Gilbert dus en op kop rijdt en de finale naar zijn hand zit op de Kouberg. En deze man, die Jelle van Endert daar, een talent, maar ook een brekenbeen, heeft zijn portie van de ellende al gehad, is nu toch echt van onschatbare waarde geweest. Ja. Oh, Philippe, het was wachten vandaag. Hoeveel geduld heeft u moeten tonen? Ja, het was heel, heel moeilijk vandaag. Omdat, ja, dat is normaal, maar mijn ploeg heeft moeten heel veel werken. En op het eind dat was het nog goed, omdat ik had de VDB mee. Dat is ook een supersterke renner. En die heeft gereden tot aan de voet van de Kuitenberg. En dan gezegd tegen Van Endert, we moeten nu niet panikeren, gewoon op onze tempo rijden. En dan was de Rodriguez weg. En ik zeg, ja, nu versnellen een klein beetje. Maar niet te veel, want boven moet ook versnellen met het buitenblad. En toen was het Andy Slek weg. En in het begin ik zeg aan Van Endert, niet te vroeg terugkomen. En dan, en dan met de motor's rijdt gewoon weg. En dan ik was een beetje in paniek, want ik zie 16, 17 seconden. Dan ik moest zelf mee rijden. En dan op het eind was het Jelle volledig dood. En dan ik heb nog gevraagd help van Rabobank, maar ze willen niet helpen. Dus dat was spijtig en ik moest zelf rijden tot aan de voet van de Kouberg. En dan, dat was heel hard. Heel hard, maar Rodriguez heeft mij geholpen als hij demareert, want ik kon zo een beetje sneller herstellen in zijn wiel. En dan alles geven op 300 meter van de meet. Wat moet die baby worden, journalist of wielrenner? Ja, hij praat nog niet, maar ik weet niet, ik denk dat hij is trots op zijn papa, ja. Ja, mat, man. De Poulain van Dirk de Wolf. Vanaf de nieuweling al. Dit is Valkenburg op deze mooie zondag. Philippe Gilbert, Joachim Rodriguez, Simon Gerrans.